Ondertussen is hij eigenlijk wel aan het eiland gewend. Maar er zijn nog steeds twee dingen waar Jumbo niet zo van houdt. Dat zijn die zandbakken, want zand aan je voeten is vervelend. Maar dan komt hij ondertussen, als het echt moet, wel in. Maar het water, heel af en toe zie je hem bij het water, maar er leven watermonsters. En daar heeft hij niet helemaal ongelijk in, want als hij goed gaat kijken, ziet hij ze ook in de gracht. Alleen hebben ze een naam, schildpadden. Roodwangschildpadden. Doodeng. Nou, daar maken al die gorilla's dankbaar gebruik van, want heb je iets wat Jumbo wilt hebben, dan pak je het en dan ren je heel hard naar de waterkant toe, ga je daar zitten, roep je buurt vrij en hij laat je met rust. Dus dat is eigenlijk cultuurverschil. Net zoals bij mensen, die hebben ook allemaal andere gewoontes als ze ergens anders geboren zijn. Dat is met gorilla's ook zo. Ja, leuk hè, het is net een soap. Er gebeurt van alles hier. Het lijkt hem misschien een stelletje. Houtzakken zo bij elkaar, zitten daar maar wat, maar er gebeurt heel veel in zo'n gorilla groep. Hoe meer je ermee te maken hebt, hoe meer je daarvan ziet en van leert.